wordt tijd dat wij de zaken eens eventjes evalueren. Ja, we zijn nou een week of vijf onderweg. Ja. Tijdens onze wereldtournee. En ik ben niet tevreden. Nee. Ik vind dat het niet goed gaat. Nederland is nog nooit zo bekend geweest in het buitenland. Maar ik heb nog heel weinig kunnen draaien voor mijn documentaire De invloed van de sport op de maatschappij. Is het op jouw documentaire? Ja, maar ik moet met jou mee naar Hawaii. Ja, en? Wat kan ik hier nou doen op Hawaii? Wat is hier? Surfen misschien? Ja. Surfen, dat heeft mijn belangstelling niet. Surfen. Dan zal ik jou eens één ding heel duidelijk vertellen. Hè? Ja. Ah, als het aan buitenlandse zaken ligt, dan bestaat Nederland niet eens meer in 1992. Ja, en B? Hoezo B? Nou, je zegt A, dus ik wacht op B. Ik heb geen B. Er is geen B gewoon. Waarom zeg je dan A? Omdat ik zeg dat ik je één ding duidelijk zal vertellen. Eén ding ga ik je duidelijk vertellen, dat is A. Ja, maar als je A zegt, dan komt er toch ook B? Of misschien zelfs wel C en D. Waarom zeg je dan A? Dat verwart de discussie. Ik heb geen B. Dan is het toch niet nodig om aan te... Dan zeg jij alleen maar, ik zal jou eens één ding heel duidelijk vertellen. Gaan we zo weer beginnen? Ja, op deze manier. Ik bedoel, ik kan niemand het meer volgen, Harry. Nee, nou, ik kan het wel volgen. Ik ga door met mijn promotie. Zittende zeikert. Stop maar. Hey, normaal. Mevrouw zegt schone windows in Nederland. Ja. Nog iemand zegt schone windows. Je staat het weer te beamen. Ja. Je staat weer keihard te liegen, want de windows in Nederland zijn heel smerig, Harry. Nou, Zwitserland zijn wij het schoonste land, jongen. Ja, Zwitserland. Dat weet jij ook. We komen nog niet eens. We zijn nog na België. En België stond 12 de laatste keer. Een beetje is als schreef hier, dat is half Hawaii hoort het. Het is in Nederland een ontzettende smeerboel. Houd je kop. En jij weet het net zo goed als ik. Nou, straks alle hotels leeg zijn in Zandvoort en dan jou te danken. En we gaan de vogeltjesdans doen, hoor. Oké, here we go. Is this the one like this? Here we go. Na dit intermezzo hebben Harry en ik 3 dagen lang niet met elkaar gesproken. No. Never get something for nothing in America. No, in Holland we do. Thank you. In Holland we get everything for nothing. Sure, we doen Nederland toch goed in buitenland. Wanneer hou je nou eens op met die walgelijke verkooppraatjes? Je loopt keihard te liegen. Ik hoor jou zeggen dat in Nederland alles gratis is. Is ook zo. Nou, A is dat niet waar. En B druist het in tegen de belangrijkste Nederlandse karaktertrek. Ja. Namelijk extreme gierigheid. In de hele wereld staan wij bekend als centenneukers, Harry. Ik krijg elke week de gooi in één bode gratis in mijn brievenbus. Dat is 1. En 2, ga ik je nu zeggen, het tweede kopje koffie bij elk wegrestaurant is gratis. En is dat nu niet juist diep en diep treurig? Wat is daar nou treurig aan? Dat het hele Van der Valk-concern, al die AC-restaurants, dat Rick de Kikker, dat die een hele bestaan ontlenen aan het tweede kopje koffie gratis. Nou, ik wacht erop op. Dat het is toch verschrikkelijk? Ja. De truttigheid van een gratis tweede kopje koffie. Weet je wat ook gratis is? RTL 4. Ja, Henny Huisman krijgen wij gratis thuis, ja. Henny Huisman is het tweede kopje koffie van de Nederlandse televisie.